Ja, Tristan, wat is het jammer vandaag, hè? Ja, zonde. Vooral na een goed gevecht van gisteren. We hadden goed vertrouwen dat we er vandaag daardoor doorpakken. Maar ik weet nog niet echt precies waar het fout is gegaan vandaag. Ik vond OZ goed spelen. Ik vond dat wij minder goed starten dan gisteren. Maar dat moet nog niet de reden zijn om 3-0 te verliezen. We hebben zat kansen weer gehad en ik denk dat we daar ook wel trots op mogen zijn. Dat we gewoon echt weer een goede pot hebben laten zien. En dat geeft ook wel vertrouwen naar donderdag. Ja, want jullie spelen nog een wedstrijd dit seizoen. Amsterdam gaat door, dus dat betekent dat er ook nog misschien Europees hockey voor jullie in zit. Ik denk dat we voor alles nog kunnen spelen. EL-ticket is fantastisch voor ons om te halen voor volgend jaar. Dus we zijn zeker blij dat Amsterdam gewonnen heeft van Kampong. Dus daarom nogmaals, we kunnen overal nog voor spelen. En dat is tegen Kampong donderdag en daarna weer zaterdag zondag. Ja, het is vandaag even balen en zo snel mogelijk focussen op donderdag. Wat was het verschil vandaag tussen oranje-zwart en tussen jullie? Ik denk dat we toch, gisteren starten we ook niet heel erg goed. Kregen we ook vroeg een goal tegen. En nu gingen er twee corners in. En die hebben we eigenlijk tot nu toe hebben ze nog geen corner gescoord. Dus dan gaan we 2-0 de rust in. Hebben we vaker gehad, dus ook dat was nog geen reden om in paniek te raken. Ik denk wel dat we de kans hebben gehad, maar ze speelden het gewoon heel gedegen uit. Ze hebben goed een cirkel verdedigd. Ze scoopten alles weg. En op een van de reden kwamen we er gewoon niet echt doorheen. We hebben corners gehad, gingen er ook niet in. Ja, en als de kansen er niet ingaan, dan krijg je een 3-0 uitslag. Jullie staan al in de rust met 2-0 achter. Met wat voor gevoel ga je dan de kleedkamer in? Wat zegt de trainer dan tegen jullie? Ja, we gaan natuurlijk wel bidons eventjes tegen de muur aan. Dat kan je wel voorstellen. Zoals ik al zei, ja, we hebben vaker 2-0 achter staan bij rust. En het is zeker geen reden om in paniek te raken. Maar dat er iets moet veranderen, dat hoeven we niet onder de bank te steken. Dus dat is zeker even gezegd. En ik denk dat we wel weer goed starten. En dan krijgen ze wel weer vroege goal. En dan, ja, je merkt toch wel weer dat doet dan wel wat met je. Maar in de rust, het was iedereen wat positief. Er moest een tandje bij, dat was wel duidelijk. Maar ja, uiteindelijk was het denk ik vooral de tweede dag niet goed genoeg. Ja, de 3-0 klinkt nogal machteloos. Voelde jij dat ook zo? Qua veldoverwicht vond ik het niet. Maar we scoorden gewoon niet. Dat dan voel je op een gegeven moment voel je een beetje de wedstrijd wegslippen. En dan zie je de tijd verder tikken. En dan krijg je geen goals. En dus op een gegeven moment, vooral de laatste 5 minuten, dan merk je wel van ja, dit is nu al begin heel erg klaar te worden. Maar ook die 2-0 achterstand. Totaal niet het moment dat wij machteloos waren. Zij scoren 2 corners en verder hebben ze niet echt kansen gehad. Dus ik vond niet het idee dat zij veel beter waren. Dus de machteloosheid, ja, dat was ik niet helemaal. Nu het seizoen bijna ten einde is, heb je dan het idee dat jullie, waar jullie nu zijn geëindigd, dat ook precies overeenkomt met het spel van dit seizoen? Ja, wat bedoel je precies met? Nou, omdat jullie sinds een aantal jaar weer voor het eerst in de play-offs staan, dat jullie dat gehaald hebben. Ja, nee, dat wij een beetje het groentje zijn in de play-offs, dat denk ik dat iedereen dat wel ziet. Maar dat heeft ook alweer, compenseren we ook alweer een beetje met frisheid en hoe zeg je dat? Dat we graag die potten willen pakken. Dus we hebben het onze OZ heel moeilijk gemaakt. Ja, ik heb toch wel het beter idee dat zij misschien op ervaring die potten in 3 potten gewonnen hebben. Dus in dat opzicht denk ik dat het wel terecht is dat zij daarin staan in de finale. Maar zoals ik al zei, ik heb niet het gevoel dat zij nou heel veel beter waren. Dus dat geeft ook voor aanstaande donderdag. Hebben we niet het gevoel dat Kampong veel beter is. Dus we moeten gewoon weer opnieuw beginnen. En we zien aan het einde van de rit wel waar we eindigen.